Het tijdelijk restaurant op Strijp S heeft sinds een week te kampen met behoorlijke wateroverlast. Het in de kelder van de Building & Skatehall Area 51 gevestigde restaurant staat volledig blank. We hebben nogal last van wateroverlast. Waar komt het vandaan? Schijnbaar is het grondwater aan het stijgen op het terrein. En dat komt via Area. De kelder van Area zit iets hoger. Loopt er bij ons de kelder in. En waarom stijgt het grondwater hier op het terrein? Ik denk dat de waterhuishouding in de war is. Dus er zijn gebouwen afgebroken, straatkolken weggehaald. Dat zou misschien een oorzaak kunnen zijn, maar daar zijn ze nog aan het uitzoeken. Ze zijn nu aan het leegpompen in ieder geval. Maar ik heb het idee dat het ook weer net zo snel terugstroomt, dat het weer de kelder instroomt. Een sterkere pomp moet oplossing bieden. We proberen nu, ik ga in ieder geval een grotere pomp onder Area plaatsen. En dan proberen we daar het water weg te halen. En dan hoop ik dat onze schopputjes en dergelijke weer gaan werken. En dan kunnen we op gaan ruimen. De schade lijkt volgens Van Melis mee te vallen. Die valt mee. Ik heb heel veel spulletjes vroegtijdig, in ieder geval voordat het grote water kwam, weg kunnen zetten. En naarmate het natuurlijk langer erin blijft staan het water, trekt het wel overal in. Dus daar kunnen wij nog niet zo heel veel over zeggen. En heb je ook veel reservering moeten afzeggen? Nogal wat groepjes, kleinere partijtjes. Januari, februari is voor ons rustig. Maart, april staan er wel wat dingen. Maar we hopen toch weer in midden maart wel weer open te kunnen gaan.